Ja, vrienden, ik moet het helaas weer even hebben, ja, over Enzo Knol. Want de Enzo, die was dus, we zagen hem bij Bo, ja. En daar zijn dus in hele korte tijd twee verschrikkelijke dingen fout gegaan, ja. En dat komt mede doordat hij, en dat weet ik zeker, een hele slechte manager heeft. Of hele slechte begeleiders heeft. Want ten eerste, ja, hebben ze dat fragment geplaatst. Hè? En iemand in zijn omgeving had natuurlijk moeten zeggen. Hey, Enzo. Dat gaan we even niet doen. Nee, dat ziet er niet goed uit. Nee, je gaat daar af en ze gieten. En je gedraagt je daar als een hork. Oh, die gaan we er niet op zetten. Toch doen. Wel erop zetten en hup, en daar gingen we dan. Ja, en ten tweede, dus, ja, moet je nagaan. Toen is er dus iemand in de begeleiding gezegd, na al die reacties en iedereen viel over hem heen. Oh, ga maar gauw naar Bo en ga daar maar even gauw je excuses maken, want we hebben iets te veel imago-schade. Nou, die is nu nog vele malen erger. Beste vrienden, ja, oh. Dit is werkelijk de les van hoe je een imago werkelijk in no time helemaal naar de knoppen kan helpen. Dat is dit. Dit is met de Enzo, ja. En wat ik nog erger vond eigenlijk, ja, los van dat hij zat daar bij die Bo, en je kon aan alles zien, ja, dat het hem gewoon helemaal niet interesseerde. Hij had niet echt spijt. Hij kwam alleen maar zijn excuses maken vanwege alle reacties. Daar was hij van geschrokken, ja. En hij had nog helemaal niet het idee dat hij zelf nou iets heel erg fout had gedaan, hoor. Nee, ja, hij had te hard gereden. Hé, maar daar gaat het helemaal niet over. De Enzo, het gaat niet over te hard rijden. Nee, dat doen we allemaal wel eens een keer. Nee, het gaat over je gedrag. Over dat watjesgedrag van die watjesgeneratie. Maar goed, nog erger, dat zei ik net. Nog erger. Hij zat er zo bij. Daar, hier. Ik doe hem even, vrienden. Ik doe eventjes de Enzo, hè. Hier. Kijk, zo. Zo zat hij erbij, met zijn petje op. Zo. En dan had hij zijn petje, had hij zo'n baseballpetje, had hij zo op. Hier, met zijn klep zo. Hier. In zijn nek. Ja. Dat is. Zo zit hij erbij. Dan ben je dus bijna 30 jaar. En dan probeer je nog wanhopig jong te doen. Ja, omdat je zelf al voelt dat je te oud bent geworden voor al die flauwekul. Ja, en dan ga je nog met zo'n pitje oplopen. Ik bedoel, toen ik in mijn jeugd. Ja, toen vonden we dit al niks. Toen vonden we dat al aanstellerij. Ja, en oh vrienden, dat vond ik nog het meest treurige van het hele gebeuren, vrienden, eigenlijk. Ja, en we gewoon allemaal weten, gewoon, hé, de Enzo, je moet echt iets anders gaan doen.